Yo fam, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag geef ik jullie een indicatie waarom ik zo weinig tijd heb. Is indicatie wel het goede woord? Ik weet het niet. Maar in ieder geval ga ik jullie uitleggen waarom ik zo weinig tijd heb voor YouTube. Ik heb om 15:30 gedaan met school. Dan duurt het ongeveer tot 17 uur totdat ik thuis ben. Vanaf dat 17 uur is, dan wil ik nog tot 18 uur chillen als ik thuis ben. Gewoon op mijn gemak komen, koekjes eten, weet ik veel. Facebook checken, Instagram, weet ik veel wat nog allemaal. Maar in ieder geval, dat uurtje gebruik ik dan om te studeren en te chillen. Dan om 18 uur ga ik eten, dat duurt meestal tot 18:30. En vanaf dan kan ik eigenlijk actief bezig zijn met content creëren. En laten we zeggen dat ik om 18:30 gedaan heb met eten, het duurt ongeveer een uurtje om op te nemen, dus dan is het al 19:30. Dan nog om te editen, duurt dat nog tot 20:30. Dat duurt ook weer een uur. En dan hebben we nog renderen, wat ongeveer 20 minuutjes tot een half uurtje duurt voor een video van 5, 6, 7 minuten. En als iets aan het renderen is, kan ik by the way niets doen op mijn computer. Hè. Ik kan niet gamen, ik kan niet weet ik veel wat doen. Want hij gebruikt de hele kracht van mijn processor, dus ik kan in principe niets op mijn pc doen. En dit schema is echt heel moeilijk vol te houden. Daarom dat ik ook niet elke dag kan uploaden. Omdat dat schema, dat is gewoon niet doenbaar op één avond. Wat ik basically wil zeggen is dat ik minstens één keer in de week ga uploaden vanaf nu. Dat zal waarschijnlijk altijd de zondag of de zaterdag zijn. En doorheen de week beloof ik geen video, maar soms kan er wel een zijn. Dus ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video en dan zie ik jullie later. Doei.